Hallo kijkers en tof kijkers, goed nieuwe video van de FIFA 20 K-agent Guerrermoed. In deze video spelen we thuis tegen standaard Luik. Maar we spelen deze keer wel zonder een controller, maar dan gewoon met muis en toetsenbord. Eigenlijk vooral met muis. Het lastige is dat je even die lange lijntjes ziet als ik ergens naartoe past. Maar het is gewoon niet echt zo handig spelen met de controller, want het is een beetje stuk. En David met de eerste goal. Hij is een van onze topschutters. Heel het stadion natuurlijk blij. Oppassen, daar zijn ze en ze schiet over. Ah, ik creëer wel een kansje standaard. Het zal we. Eerste helft gaan eindigen met een voorsprong. Eremchuk afwerken, doet hij ook. Mooi afgewerkt. 2-0 voor ons. Boon nog eens. Oh, dat was mooi als hij hierin zat. Ah, nee, de Patrick komt er net niet door. 3-0, de 2-0, daar ben ik wel tevreden mee zijn. Is ook de eindstand. Ik ben wel benieuwd wie we volgende wedstrijd als tegenstander hebben. Ze spelen met veel potentie. Die lijkt me wel interessant. Oh, 90. Dan moeten we dus zeker eens gaan kijken als er op 90 potentie bij staat. Oh, Genk. In de vorige video moesten we tegen Club Brugge en Anderlecht voetballen. In deze video in het begin tegen Standaard. En nu nog tegen Genk. Dus dat zijn toch wel de vier grote Belgische clubs in twee video's. David, passie. Ah nee, dat is slecht gedaan. Wegwerken. Ah, oeh, nog een redding. Oh jee. 1-0 voor Genk. De Japaner met die goal. Zie ze blij zijn. Het was dus een grappig verhaal, want Genk en Gent lijken een beetje op dezelfde namen, alleen de laatste letter is een beetje verschillend. En er was een keer gebeurd dat de supporters van Liverpool naar een wedstrijd Genk-Liverpool gingen kijken, alleen de supporters van Liverpool zaten in plaats van in Genk, zaten ze in de verkeerde stad, zaten ze in Gent. Kan ik even een artikel daarvan in beeld laten doen? Als ik het nog vind. De Patre. Mijn punt hier op Genk ben ik al tevreden. Wauw. Ik ging al bijna 6 minuten extra terwijl er eigenlijk 2 moesten zijn. Jouw kans om gelijk te maken. En dat doet hij ook. 1-1. Het is misschien niet echt een verdiende goal van ons, maar het is wel een belangrijke. Nee, nee. Oh jee. Oh, ik dacht even dat hij nog in zat. Schiet. Ah, ik wou tackelen en dat ging niet goed. Het zit niet echt mee met deze wedstrijd. En dit was dan de wedstrijd, maar ook de video. Dus ik ga even de video afsluiten. Dus hopelijk van YouTube. Leuke video, de wedstrijd ging niet zo goed. Maar gelukkig hadden we de eerste wedstrijd van deze video tegenstander al goed gespeeld. En dan wil ik bedanken voor het kijken naar deze video en dan zie ik weer terug bij een andere video. Dus doei doei!